Tractorpoeling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl.
tegenstanders wat een indruk mee te krijgen. Datgene wat er hier in de baan is achtergebleven, want wel het sporen lezen daar op de baan. De 75-20 zit niet van de dingetje. Geen afstand, die groep is van 1, 2 of 3, maar is nog wel heel. Dat is jammer de visser dan onder deze omstandigheden hier en zo weer. De tijd is goed aan. Die rijdt, denk ik, zijn bakken van over. Ik denk dat hij het zelf bak zuigelt. Gebruikt het geluid wat ik daar onder die stoel hoorde, heb ik het idee dat daar gewoon iets kan doen. Daarmee misschien nog wel even degene die met vrij veel profiel trokken worden uit. De man namen met de snelheid willen we samenvatten zo graag op een andere manier. En dat is Jan V. En hier is zo'n pannenkoek te zien dat de nummers 1, 2 en 3 uit de competitie dit moment op 1, 2 en 3 voor de bedrijfsbereiking staan. Maar kan dan de volgende beste verpaller daar nog rustig in de weg gooien? Dan zijn we bij 78-71, het blijft de afstand staan van Ben Roberts. 75-99 voor Stoffer Krenny. En plaatsje nummer 3 was Wombatje met 65-13. Maar daar zijn we wel overheen met elke verstandigheden daarvan. Verrassend goed hier op de internationale kijker. De eer van België is zeker hoog houden met deze vinte international aan jouw kant. Als eerste. Tot trekken.
Maar uiteindelijk komen wij hier tot de voorlopige 1, 2 en 3. Plaatsje nummer 3. Met een grote klap kwam een einde aan een geweldige trekpoging op een centimeter of 5 vanaf de witte lijn. Maar toch nog goed voor plaatsje nummer 3. Oftewel plaats nummer 3, Pat Rowlands. Voor hem goed om te weten dat geen die competitie boven hem staat. In ieder geval niet boven hem staat in deze wedstrijd als het gaat om de uitslag. Maar hebben ze uiteindelijk wel in de twee gereden waarvan de tandjes al op buik stonden, maar ze hielden het uit. Oftewel middels trainer van de heer is gewoon Thunder's Power! En dan hebben wij er nog één te gaan. Ik ben heel benieuwd of dat dit dan de grote generale is voor hun thuiswedstrijd aanstaande vrijdag in Aaskamp. Om hier eervol gereden naar de hoogste treden op het eerste gewonnen team. Niet zonder tegenslag, maar hier 20 punten incasseren. Dirk van Wolfswinkel, Dynamite! Van dit moment, voor wij terug gaan naar de wedstrijd, waar we nog één keer onze kelen schrapen en gaan wij zitten over de 3,6 van BBB. Tractorpoeling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl.